Yo mensen, mijn naam is Sven. En mijn naam is Koen. En vandaag is het tijd om de dikste setup ooit te bouwen. Let's go! Oké jongens, even tussendoor. Wij uploaden elke woensdag en zondag om 7 uur in de avond. Enjoy the video. Oké jongens, een droom komt voor ons uit. We hebben namelijk besloten om onze volledige setup te veranderen, te verbeteren. Alles next level. Maar dan ook echt alles. Nieuwe kabels, nieuwe computers, nieuwe schermen, nieuwe microfoon. Noem het maar op en wij nemen jullie mee in dit avontuur. Een groot deel is gesponsord, dus dat wil ik alvast erbij zeggen. We zeggen wanneer we iets hebben gekregen of iets hebben gekocht. Dus alle links hieronder staan sowieso in de beschrijving van alle bedrijven. Maar dat beïnvloedt niet onze mening, want overal mogen we een eerlijke mening overgeven. Sorry jongens, de microfoon zat niet goed vast op de camera en daarvan dit getril. Na dat gezegd te hebben, gaan we beginnen. Och jongens, wat een ellende. Onze setup ziet er niet uit. Overal liggen kabels, de schermen zijn allemaal verschillende formaten. Noem het maar op. De computers zijn soms dramatisch. Maar er gaat dus dikke, vette verandering komen. De computers zijn niet meer dramatisch, want we hebben al nieuwe beesten. Die van Redux Gaming, dus dankjewel daarvoor. En we gaan gelijk naar de eerste, want dat is namelijk Apollo. Apollo kennen jullie misschien wel, wij komen daar al echt een aantal jaar. Maar dat is een prachtige mooie winkel in Almere. Ze hebben ook een mooie webshop. En we hebben een super vet pakket besteld, dus die gaan we nu ophalen. Oké jongens, we zijn aangekomen bij de eerste winkel. Dat is Apollo. Ik heb er zo verschrikkelijk veel zin in. We hebben echt 3 maanden gewacht, uitgezocht. Wat hebben we nou nodig? En dankzij Apollo is alles geregeld. Ja, en dan bedoel ik geregeld in advies. Het is niet gesponsord door Apollo of iets in die richting. Echt niet. We geven duidelijk aan wanneer we iets gekregen hebben of iets hebben gekocht. Ja. Maar in dit geval heeft Apollo ons gewoon adviezen gegeven, informatie, laten testen van ons. Welk merk past het beste bij ons? En we zijn eruit gekomen. Er ligt een pakketje. Er ligt een pakketje van Röhde. Och, een rustig winkeltje. Wij zijn hier heel vaak. Ja. Hè? Ja, ja, echt. Ook net als de microfoon die nu op de camera zit, is ook van Röhde. Ook de camera hebben we gekocht bij Apollo ook en hier, alles erop en eraan. Gaan we ook hier altijd. Ja. Hier zijn we echt vaak te vinden. Ja. Kijk, hij komt al binnen. Hoeveel hoeft het geen te zeggen? Hij had er al zin in. Ja, allemaal nieuwe spul van Röhde. Ja, gooi hem er maar op. Kijk eens even jongens. Dit is het. En jullie als winkel, dankjewel voor de info. Graag gedaan. We hebben totaal 4 schermen en we hebben gekozen voor de MSI Optik MAG274QRF. Wat een naam, hè? Streepje QD. Nou, dat is echt serieus een goed scherm, zelfs met RGB aan de achterkant. En bij de schermen horen natuurlijk prachtige ophangbeugels, dus die hebben we ook gekozen. 2 keer de neon mounts. En dan denk je, waarom 2? We hebben dus 2 schermen per persoon, dus we moeten ook 2 ophangbeugels hebben. En het mooiste is nog, alles ligt al klaar. Oké jongens, er is maar 1 ding al uitgepakt. Dat is namelijk dit. Dat zijn de 2 computers. Echt beast van computers. Hier staat mijn oude computer en dit ding was echt aan vervanging toe. Ben je nou heel erg benieuwd wat de specificaties precies zijn van die computer? Check even onze vorige video. Maar hier onder dit doek ligt echt mega veel prachtig spul. Kijk eens. Och, de schermen, noem het maar op. Ja, dit zijn ook allemaal. Kijk je, wat een doek. Maar hier liggen ook dozen. Dat zijn onderdelen die zijn leeg, want die zitten al in de computer. Maar deze dozen zijn nog gevuld. Het is nu even belangrijk dat we de hele setup helemaal leeg halen. Onze oude setup, alles weg. Echt alles. Bureautjes clean. Bureautjes, kabeltjes, alles. Rollen we allemaal netjes op. Ruimen we allemaal op, want dat hebben we dus allemaal niet meer nodig. Want alles is weer nieuw. En dan gaan we straks verder in de specificaties per product. Omdat ik weet dat sommigen dat heel erg interessant vinden. En ik heb proberen de hele setup zelf uit te zoeken. Maar het lukt gewoon niet, omdat niet heel veel informatie online staat. Dus daarom wil ik jullie zoveel mogelijk specificaties vertellen over ieder product dat we gebruiken. Oké jongens, alles is binnen. Waaronder ook de schermbeugels van Neon Mounts. En deze kunnen dus totaal 16 kilo tillen. Dus dat is perfect voor de schermen die wij hebben uitgekozen. Ze hebben een gasveer. Dus dat is ideaal. Ze kunnen ook helemaal draaien. Dus dit zijn wel de beugels die wij nodig hebben. En die gaan we nu installeren. Top. En dan pak ik de tweede er ook bij. Gaan we ze allemaal vastmaken. Nou, ze zijn niet te tillen. Ze zijn heel zwaar. Wat ook echt heel erg chill is dat je dus je kabelmanagement helemaal kan wegwerken. Die kan hier al in met de mooie klepjes. En hierachter heb je ook nog om de kabeltjes zo mooi weg te werken. En je inbus past mooi hierin. En zo kan je dus je inbusjes lekker hierbij houden om te zorgen dat je die gasveren mooi kan instellen. Dus daar zijn we echt super blij mee. Dit ziet er wel al gaaf uit hoor. Ja, dit is heel goed. Gewoon 4 van die armpjes. Alleen we moeten ze nu helemaal gaan verstellen. Want we moeten deze veer verstellen. Want kijk, nu zit hij echt heel slap. Dat betekent dus als ik een scherm er nu op zet. Ja, dan klapt hij meteen. Naar beneden. Alleen om dat te doen moeten we eerst eventjes de schermpjes uitpakken. Dat is zeker geen straf, want het zijn prachtige schermen.
Dat zijn ze. Dit zijn de prachtige mooie schermen met de moeilijke naam Mach 27 4 QRFQD. De naam is heel erg lastig, dus die gaan we ook niet meer uitspreken. Wil je meer weten, check dan eventjes gewoon de link hieronder in de beschrijving. Maar wat ik wel weet is dat het twee prachtige mooie schermen zijn van 27 inch met 165 megahertz, als ik het goed zeg. Ja, jouw vaart de bevestiging, ja. 165 hertz. Dus dat zijn echt lijpsnelle schermen. Wij hebben namelijk schermen gehad van 90 hertz en dit is echt, dit is sick. 165 hertz is echt niet normaal. We pakken het meteen uit. Er zit wel al een display en HDMI kabel bij, maar die is voor ons te kort. Dus ik adviseer, hij is een 1,5 meter is hij. Ik adviseer een langere display kabel bij te kopen. Dat hebben we net gedaan bij Apollo, dus dat hebben jullie gezien. En daardoor kunnen wij dus die grote afstanden leggen, omdat wij de computers helemaal links of rechts willen. Genoeg geluld, we gaan hem weer monteren. We hebben de beugel van Neo Mounts op het scherm geïnstalleerd en hierdoor kunnen we makkelijk op dit beugeltje klikken. En dat gaan we nu doen. Ja, sick. Dit ziet er heel vet uit. 4 keer hetzelfde scherm hebben we. Je moet hem wel goed afstellen. Stel voor je hebt hem net niet goed, zoals wat Koen bijvoorbeeld dan heel snel heeft. Maar volgens mij deze gaat heel langzaam omhoog. Ja, staat hij ook te strak? Als je dan de volgende ochtend op je kantoorbewijs van of je kamer komt, dan staat hij helemaal omhoog. Dan weet je dat je hem te hard hebt afgesteld. Als hij te slap is, dan ligt hij ergens hier neer. Vandaar dus denk ik ook dat ze de inbusjes in de mount aan de achterkant hebben weggewerkt. Eén keer goed afstellen, nooit meer last van. Oké, we zijn een dagje later. We hebben even goed uitgerust, want we moeten echt nog heel veel doen. Maar eigenlijk zaten we te denken, we bouwen echt een hele bijzondere setup. Omdat we tegenover elkaar zitten. En normaal zit iedereen tegen een muur aan. Dat je de muur gewoon als voorgrond hebt. Maar wij moeten alles precies contra doen tegenover elkaar. Net als bij die beugels. Wat wij sowieso hebben gemerkt, alles met z'n tweeën is natuurlijk... En 2 keer zo duur, uiteraard. Ook, maar dat ook. Maakt niet uit, want je verdient ook 2 keer zoveel omdat je met z'n tweeën werkt. Nou, oké. Maar op Twitch bijvoorbeeld, met z'n tweeën streamen, zie is je ook heel niet. Mooi. Ja, dat zie je niet. Je ziet bijna geen duo's. Op YouTube zie je het wel eens voorbij komen. Wij waren ook de eerste duo, volgens mij, op YouTube Nederland. Ja. Maar op Twitch zijn wij volgens mij het eerste duo in beeld. Ja, gewoon lekker spelen op één stream. Normaal gaat iemand twitchen en dan twitcht diegene ook. En dan kan je bij elkaar precies. kijken. En dat is het. Maar wij doen echt of ze zitten naast elkaar, maar dat doen we ook niet. Wij doen met z'n tweeën, 2 computers, 2 schermen die van elkaar kunnen... Nou, echt. Ja, we kunnen jouw gameplay, mijn gameplay, noem het maar op. Inderdaad. Dat is echt ziek. En dat op 2 verschillende computers. We gaan ook livestreamen trouwens op YouTube. Dus hou dit kanaal echt even in de gaten. Abonneer ook even. Maar check hoe de schermen nu al staan. Het ziet er echt fantastisch uit. Maar, heel naar, het kan niet in het midden. Jij zit meer links, ik zit meer rechts. Ja. Jij zit op 1 meter... jij zit op 96 centimeter. Ik zit op 1 meter 7, iets meer naar links. Precies. Want we moeten ook kunnen kruisen. De tafels gaan ook nog een stukje naar elkaar toe dat die spleet weg is, maar we kunnen niet recht met deze beugels. Maar een prachtig voordeel is dat we wel lekker alle kanten op kunnen, dus die beugels kunnen precies zo over elkaar heen, waardoor ik mijn scherm... Nou, het komt erop neer, het past maar echt, net. Ook echt dit, hè? Ja, dat is sick, hè? Hoe sick is dit? Oké, we gaan dus nu weer verder. We hebben de schermen gemonteerd. Het is nu tijd om... De computers neer te zetten. Ja, ik denk de computers mooi recht te zetten. Juist. Oh. Eerst alles nog aansluiten, alle kabelmanagement. Ja. Moet goed gaan, moet goed gaan. De schermen ook. Ja, allemaal. Nice. Eindelijk tijd voor de prachtige... Computers. Nice. Zijn nice, hoor. Positie even neerzetten, want we gaan natuurlijk... Ik kan het me bijna niet voorstellen dat we... Echt gewoon... Ze komen hier te staan. Ja. Eerst. Ja. Dan liggen ze hier verstopt ergens. Ja. We gaan ze pakken. Kijk eens jongens, de computers. Oei, eindelijk! Ja, staat die mooi zo. Ja, toch? Ja, kunnen straks de folie eraf trekken. Zet ik deze... ja, inderdaad. Die folie die... Wel een heel mooi voordeel. We hebben alles al geïnstalleerd. Ja. Al onze editprogramma's, alles voor de stream, OBS, noem het stickers, maar webshops, stickers, alles webshops, is al overgezet. Alles zit over. Dus we hebben al een beetje geproefd hoe snel die is. Het is niet gezond. Hoe ziek snel. Tegenslag. Ja, we komen eigenlijk USB's tekort. Eigenlijk, we komen USB's tekort. Dus we moeten een hubje halen bij de winkel. Ja, hubje kost alleen wel €50 per stuk. En die hebben we 2 keer nodig allebei. Kijk eens jongens. De verlenger. Erin. Alles versnellen, verlengen, noem het maar op. Schijnt goede kwaliteit te zijn. Ik ben heel erg benieuwd.
Dus dit gaan we ook weer meteen installeren. Oké, jongens. En nu komt mijn speeltje, hoor. Want echt, hier ben ik zo verschrikkelijk blij mee. Wij gebruiken al echt aantal jaren lang Röhde. Echt heel erg lang. De stereo mics zijn ervan, de richtmicrofonen zijn ervan, deze microfoon is ervan. En dan moet je natuurlijk wel de microfoon vastzetten. En we hebben heel veel geëxperimenteerd, zoals jullie weten, met andere merken. Maar we komen altijd uit bij Röhde. En vandaar ook dat we gekozen hebben om alleen maar Röhde te gaan gebruiken bij deze volledige setup. Daarom wil ik Mavico Pro ontzettend bedanken voor het opsturen van deze producten. En we gaan het unboxen. Ik ga jullie zoveel mogelijk erover vertellen. Want dit is zeg maar mijn tak van sport. En dit vind ik echt geweldig. Al die audio en noem het maar op. Maar er zitten ook microfoons bij voor in de toekomst. Voor bijvoorbeeld op de kermis en clipmicrofoon. Ik ga ze openmaken voor jullie. Kijk eens. Dit wil je hebben. Och. Dit wil je hebben. Dit is een hele doos vol. Kijk eens. Meer glunsteren en blijer dan dit kan ik echt niet worden, hoor. Zo. En ook dit, hè, voor YouTube binnenkort. Oh. Ja, dit is echt zo handig voor ons. Ik zal het gelijk eventjes allemaal een beetje in het kort uitleggen. We hebben hier de Wireless Go 2. Dus niet de 1, maar de 2. Als Koen en ik dit willen gaan gebruiken, dan doen we hier een clipje op. En dan kunnen we gewoon kletsen en praten. We hebben er nog eventjes iets anders bij gedaan, zodat we deze in het zakje kunnen doen. En dan kunnen we een kabeltje en hebben we een clipje eraan. Dus als we bijvoorbeeld op de kermis lopen, in verband met al die achtergrondgeluiden, filtert dat zich allemaal en hoor je gewoon ons netjes en duidelijk praten. En dat is volgens mij deze kleine jongen. Heb je goed gezien inderdaad. Ja. Nou, dit kleine jongetje komt er dus bij. Klikje aan elkaar. Gaan we later nog wel wat meer over uitleggen. Daarbij hebben we deze. Dit is een mini jack 3.5 mm. Of eigenlijk van XLR naar 3.5 mm. Dat betekent dus, als we een keertje aan het livestreamen zijn en we hebben omgevinggeluid nodig, kunnen dus onze andere Röhde aansluitingen met 3.5 aansluiten op de Röhdecaster Pro 2. En ze komen natuurlijk ook twee XLR kabels bij. Voor onze XLR helemaal nieuw, want daar hebben we nog niet heel veel gebruik van gemaakt. Maar dat is echt goede kwaliteit. Dan hebben we natuurlijk... Ja. Dit zijn ze, hoor. Pod mics. Nou, ik denk dat iedereen deze wel kent. Dit is echt de nummer 1 in de... Oh, ik had het verkeerd om trouwens. Maar de nummer 1, iedere podcast bijna die je ziet, hebben deze microfoons. Bijna alle streamers hebben deze microfoons. Ja, dit maakt dit geluid is zo goed. Dit zijn richtmicrofoons. Dat betekent dus op het moment dat wij hebben wel eens een stream met meerdere mensen, dat als iemand die dus zijn telefoon aan heeft of wat dan ook, dat je dat dus niet hoort over deze microfoon. Maar willen we dus overschakelen naar de algemene stereo microfoon, hebben we dus deze plug nodig. We hebben over alles nagedacht, jongen. De PSA 1 Plus. We hebben gekozen voor de Plus, zodat de wegwerking van de kabels wat makkelijker allemaal in de kous gaat. Ziet wat mooier, ziet wat strakker uit. Dus daar hebben we er ook twee van. Die worden dus op de bureaus geklikt. En hebben we nog een doos. Doos nummer 2. Dit is hem. De Röhdecaster Pro 2. De 2, hè? Oneindige veel opties kan je hiermee echt koppelen met je telefoon voor audio. Dus stel voor iemand belt mij en die denkt, hey, het is leuk voor in de stream hem even erin live te doen. Schakel je hem omhoog. Op Discord, als we met kijkers willen praten en willen denken van, nou, weet je wat, we willen even kletsen met je, hup, in de stream. Of misschien wil je hem net niet in de stream, zet je weer op een ander kanaal. Oneindig kan je daarmee door. Dit is ideaal. Alles wat je hier ziet staat allemaal hieronder in de beschrijving met een linkje of een dingetje erbij. Wat we nou precies gebruiken. Dus ben je nou echt nog verder benieuwd, check eventjes hieronder in de beschrijving. We hebben ook twee koptelefoons gekocht. We hebben gekozen voor een studio koptelefoon. Eentje van 250 ohms. Heel erg belangrijk, als je eentje kiest met 250 ohms, moet je dus een versterker hebben van je audio. Dus op het moment dat ik deze in mijn computer, telefoon of wat dan ook doe zonder versterking, gaat het niet goed. Je hoort het dan heel zacht, want hij is 250 ohms. Is veel te veel. Maar bijvoorbeeld voor deze dingetjes is het dus ideaal. Dus we hebben twee van deze gekocht. En hoogstwaarschijnlijk als we willen gaan editen of game of wat dan ook, moeten we even kijken of we dan een andere moeten gaan kopen. Maar dat is nog eventjes een beetje uitzoeken voor ons. Maar we hebben dus gekozen voor tijdens de livestreams voor deze koptelefoons. We zijn eruit, hè? Ja, dit is... Wat even lastig, hè? Ja. Was heel lastig. Hij moet dus gewoon aan deze kant hebben. Ja, want wij wilden hem, we hadden hem eerst hier en toen dachten we daar, maar hij kan niet over de schermen heen. Nee, want dan zaten we ook weer met een knik, maar nu is het gewoon perfect, want nu zien en we het scherp volledig. En je gezichtsveld moet vrij zijn. Ja, en als we klaar zijn is het gewoon lekker zo opgeruimd. Aansluiten die dingen. Ja. Oké, we hebben de kabels mooi weggewerkt op de standaard. Het is nu tijd voor de Röhdecaster Pro 2 om hem uit te pakken. En dit is echt een prachtig apparaatje. Is het nou Röhde of Röhde of Röhde? Volgens mij spreken we het nog verkeerd Ja, wij zeggen al jarenlang Röhde, maar dat maakt in principe niet zo heel erg veel uit. Dit is next level audio. Ja, echt. Dit wordt heel dit moet hem zijn, hè? Dit moet hem zijn. Dit is het mengpaneel. Hiervan gaan de kijkers en de luisteraars ook blij mee zijn. Ik ben nu bezig met alles updaten zodat de machine helemaal up-to-date is.
Oké, jongens, we zijn weer aangekomen met nieuw spul. Ik heb 3 nieuwe koptelefoons. Ik heb hier 2 nieuwe gamemuizen en dan heb ik nog wat extra's. En dat is voor bij Swens' PC een nieuwe Stream Deck. Jullie vragen jullie natuurlijk af waarom 3 koptelefoons. Ook eentje voor onze stagiaire genaamd Max. Lekker. En die kan dan ook gaan editen, dus die leg ik op zijn bureautje neer. Zo horen we alle 3 gewoon het beste geluid. Oei, oei, oei. En nog meer dozen. Heel veel dozen. We hebben namelijk nog allemaal statieven. Dit is een statief voor de camera's. En in totaal 4 lampen. We hadden dus net al gezien dat we dus nieuwe muizen hebben. We hebben gekozen voor deze muizen, de G502. En natuurlijk weer een Stream Deck. Dat is dus nummer 2. We hebben dus in totaal 2 Stream Decks, 2 muizen uiteraard. Want alles moet dus wel weer keer 2. We hebben gekozen voor Socani lampen. En Socani lampen zijn eigenlijk lampen van AliExpress. Je hebt namelijk van dit soort zelfde soort lampen. Even groot, even veel helderheid, scherpte, weet ik veel wat. Wel gewoon ontzettend hoge kwaliteit. Maar dan voor €65. Die gaan we dus nu meteen installeren. Deze gaan we ook meteen uitpakken. Het is echt ongekend hoeveel unboxings er in deze video zitten. Maar wij gaan ze allemaal even allemaal uitpakken. Achter elkaar. Hoppa. Kijk wat een units van LED-panelen. Maar het is heel belangrijk om verlicht te worden. En dan denk je, maar zoveel licht hoeft toch niet? Nee, wij hebben gekozen voor grote panelen. Zodat we deze minder fel kunnen gaan zetten. En doordat we minder fel hoeven te zetten, hebben we dus minder belichting aan knijpende ogen. Maar zijn we wel goed verlicht. Kijk hoe lijp het eruit ziet. Alleen ik wil jullie nog niet de volledige setup laten zien. Want de kabelmanagement moet nog helemaal gedaan worden. Alles is erin geplucht, alles is gedaan. Maar alles moeten we nu werkend krijgen. Op elkaar. Aangezien we nog niet weten of alles goed op elkaar werkt en nog niet weten of we moeten switchen van kabels, gaan we nog geen kabelmanagement doen, maar dat gaan wij volgende week doen. Maar dat betekent dat jullie dus nu het complete eindresultaat gaan zien, inclusief kabelmanagement. Oké, we zijn bijna 3 weken verder in totaal. Alles klopt met elkaar, alles is gekoppeld. Dat was namelijk een enorm ding, maar ik ga straks even in het kort uitleggen wat nou doet. Maar check deze setup. Als wij aankomen hebben wij dit prachtige uitzicht. 2 prachtige schermen van MSI. We hebben de afstandsbediening, dus drukken we op het knopje en het licht gaat gewoon fantastisch mooi aan. We kunnen ook de lampjes aanpassen. Ik heb toevallig alles wit. Koen heeft gekozen voor een andere kleur. We komen als eerste aan op onze plek. Dan kunnen we ervoor kiezen om ons microfoontje hier netjes aan de zijkant te zetten met de draagarm. We kunnen hem zo verstellen en dan zeggen een hele goede avond. En dan klinkt dat echt fantastisch mooi. Daarvoor hebben we ook de Rodecaster Pro 2. Dit is voor ons de key om met z'n tweeën live te gaan. Ik ga even proberen heel kort uit te leggen. We hebben namelijk 2 profielen aangemaakt. Eentje voor gamen en eentje voor de livestream en eentje voor gewoon chatten. En dat betekent gewoon lekker met elkaar kletsen, net als in een podcast. Er was geen andere oplossing dan dit, dus hier zijn we echt ontzettend blij mee. We hebben hier de 2 beeldschermen. We mogen een eerlijke review geven, dus dat gaan we ook zeer zeker doen. We vinden het prachtige mooie schermen. Eén prachtig mooi voordeel is een hele dunne rand. Ze zijn super, maar ook echt super scherp. Super snel door de hertz, 165 hertz totaal. En dat merken wij meteen, want we hadden voorheen namelijk 90 hertz. Er is een heel klein minpuntje. Voor mij als editor heb ik namelijk heel erg met kleuren te maken. En ik moet namelijk met thumbnails zoals deze of die. Je ziet het al, zitten heel veel kleuren in. Daar moet ik kleuren op aanpassen. En er is één dingetje waardoor dus dit scherm heel erg veel kleur heeft. Dat is super vet voor je ogen. Dus dat kan niet eens voor heel veel mensen een minpunt zijn. Maar voor mij is dat wel, want ik weet niet wanneer ik mijn color correctie precies moet aanpassen. Dus ik ben nog even aan het uitzoeken hoe zorg ik dat ik de neutrale kleuren krijg die je ook op je telefoon hebt. Maar eigenlijk is dit scherm gewoon zo fantastisch mooi, scherp en noem het maar op, dat er bijna geen minpuntjes zijn dan alleen dat als mij als persoon. Want Koen doet dat dan niet thumbnails maken en die heeft er dan natuurlijk helemaal geen last van. De RGB achter de schermen, wij houden natuurlijk van lampjes. Die zijn echt fantastisch, want het is niet overkill. Het is niet zo dat op het moment dat ik mijn hand erachter zet dat alles verlicht is als RGB. Ze zitten er heel mooi en subtiel bij. Zoals jullie zien, het is een heel mooi strookje. Die kan je nog aanpassen, je kan ze aan en uitzetten. Ja, echt magnifiek. Oké, jongens, en dan zijn we bij het laatste puntje aangebroken. De audio van ons. Wij deden vroeger alles over de speakers, dikke drama. En voor video editing hadden we natuurlijk een koptelefoon. We hebben gekozen voor 2 koptelefoons. We hebben deze, de DT990 Pro. Deze is ideaal voor op de livestream, want deze is namelijk met een open filter hier aan de zijkant. Betekent dus, als ik bijvoorbeeld zou zeggen, hey Bart, alles goed, of Bart kom binnen, dat we hem kunnen horen. Dat zijn onze mods, zijn dat. Dus als we denken van, hey, er wordt iemand iets heel geks die loopt te spammen, zeg ik, hey Bart, zou je even kunnen kicken? En dan zegt hij, of hoi Sven, mag ik diegene kicken? Of kan ik die? Weet niet wat voor vraag, maar er komt een vraag binnen, dan horen we dit. En voor mij is het helemaal een upgrade, vooral de computer ook echt, want wat is hij snel. Het opstarten, het gamen, het streamen, noem het maar op. Hij kan het easy aan. Het is echt
perfect. Met video editing merk je het ook meteen in de export. Een video normaal van 10 minuten duurde normaal ongeveer een uur in de export. En nu is dat gewoon, denk ik, 13, 14 minuutjes en hij is helemaal klaar. Dat is echt perfect. Het was een helse tocht, maar uiteindelijk is het gelukt. Ondanks we zoveel kabeltjes, stekkertjes en noem het maar op hebben. Omdat we natuurlijk ook alles keer 2 hebben. Met USB's. 4 lampen, 4 monitoren, audio, 2 computers. Alles is keer 2 en wel. Alles zit aan elkaar gekoppeld aan 2 computers. We hebben totaal geteld. We hebben namelijk 24 USB-sticks. 24 en iets van 12 of 11 blokken. Ja, ook nog van die blokken. En 4 HDMI-poorten gebruiken we. Ja. We hebben ook nog 4 display-poorten die we gebruiken. En hier hebben we dan onder, niet schrikken, alles opgeplakt. En moet je kijken hoe heftig dit eruit ziet. Kijk dan. Maar er is geen kabeltje, behalve dan nu mijn iPhone-kabel, wat uiteindelijk onder het bureau terechtkomt. Maar eindconclusie, we zijn er ontzettend blij mee. Het is echt niet normaal en het ziet er zo verschrikkelijk dik uit. Weet je waar het nu tijd voor is? Nou? Eindelijk. Inderdaad, de folie mag eraf. Kijk eens. Kijk eens, en dan nog aan de andere kant. Eindelijk, daar gaat ie. Iedereen ontzettend bedankt. Ja. Wil je weten wat we nou precies gebruiken? Alles staat hieronder in de beschrijving. En heb jij vragen of wat dingetjes? Stuur me gerust een DM als het gaat om de Rodecaster Pro 2. Ik heb hem helemaal uitgezocht, dus die kan je altijd stellen. Mensen, bedankt voor het kijken. Laters.